Ik vind het vooral heel erg naar en jammer, omdat wij juist die vrijheden hebben, ook in ons parlement, om inhoudelijk argumenten uit te wisselen. En eigenlijk sla je daarmee ieder debat dood. Welkom bij Kamervragen. Mijn naam is Fons Lambie en elke week praten we in Kamervragen met een Kamerlid. En vandaag is dat SP-Kamerlid Sadet Karabulut. Mevrouw Karabulut, u bent de buitenlandwoordvoerder van de SP. Een van de thema's op dit moment is, ja, denk ik toch wel, het SP-raadslid uit Eindhoven, wat nu vast wordt gehouden in Turkije. Hij mag het land niet verlaten. Hebt u nog contact met Murat Memiş gehad? Ja, Murat is inderdaad ons raadslid, fractievoorzitter in de gemeente Eindhoven. Hij heeft via social media bijvoorbeeld berichten gedeeld over de strijd tegen IS, zijn solidariteit getoond met Koerden, is voor vrede. En om die reden is, ja, geloof het of niet, hij inderdaad aangehouden en gearresteerd geweest in Turkije. Hij wordt nu gegijzeld. Dat betekent dat hij een uitreisverbod heeft. Hij mag het land niet verlaten en dan is de verdenking propaganda of steun voor een terroristische organisatie. Maar hij mag het land nu niet uit, maar voor de rest gaat wel alles goed met hem, toch? Gezond? Ik heb contact met hem inderdaad. Naar omstandigheden gaat het goed met hem. Het is natuurlijk heel erg vervelend. Hij kan zijn raadswerk niet meer doen. Nee. Hij heeft zijn eigen bedrijf. Nou, hij kan dus niet meer werken. Hij heeft een gezin, hij heeft jonge kinderen. Ja. Daar is hij van gescheiden en het meest bizarre vindt hij natuurlijk dat hij beschuldigd wordt van terrorisme. En dat valt hem heel erg zwaar, omdat, nou ja, je mening uiten in onze democratie en of je inzetten voor vrede, dat zijn de normaalste zaken. Maar dat valt dus in Turkije in dit geval niet onder de vrijheid van meningsuiting. En we weten allemaal dat helaas de afgelopen jaren de ontwikkelingen met de rechtsstaat in Turkije, maar ook bijvoorbeeld het gevangen zetten van de oppositie, het aanhouden van journalisten, het sluiten van onafhankelijke media, dat het gewoon niet goed gaat. En die wetten, die antiterrorismewetten, zijn dusdanig opgerekt dat eigenlijk heel veel mensen, onschuldige mensen, gevangen worden gezet of worden onderdrukt. En doet het Nederlandse kabinet op dit moment genoeg, vindt u, om hem vrij te krijgen? We hebben daar een hele discussie over met de minister van Buitenlandse Zaken, Blok. Helaas is Murat niet de enige Nederlands politiek gevangene in Turkije. Er zit bijvoorbeeld ook een jonge vrouw met een baby van 6 maanden uit Rotterdam vast. Die zit echt in de gevangenis. En hij zegt, ik doe alles wat ik kan via mijn ambtenaren. En natuurlijk, die ambtenaren doen hun stinkende best. Alleen, dit raakt direct onze democratie, onze grondrechten. Maar vindt u dan dat hij meer zou moeten doen? Dat hij harder moet optreden? Bijvoorbeeld ook in zijn uitspraken richting de Turkse regering op dit moment. Ja, nou kijk, hij heeft de banden aangehaald. Hè? En dat is goed. We wisselen weer ambassadeurs uit. Natuurlijk moet je contact hebben. En het wordt zelfs vriendschappelijk genoemd. Maar dan vind ik niet dat het je vriend, zeg maar, zo mag en kan omgaan met je onderdanen. En ik vind dat hij dat duidelijk moet maken. Ik niet alleen. We hebben eigenlijk bijna de hele Kamer, behalve de fractie van DENK, heeft ook een motie, een voorstel aangenomen waarin we de minister oproepen. Spreek je duidelijk uit en doe beter je best om de Nederlandse politieke gevangenen vrij te krijgen. Dus u zegt, minister, u moet beter uw best doen. Dat is echt wat er nu moet gebeuren. Ja, en spreek je uit voor de vrijlating en doe beter je best. Maak dat in ieder geval ook kenbaar op het hoogste niveau in Turkije. En wat u net zei over DENK, de partij die de motie niet steunde. U had onlangs een heel felle aanvaring met uw collega van DENK, meneer Öztürk. Wat vond u daarvan? Want het kreeg nog wel wat publiciteit. Ja, te meer omdat de voorzitter hem vroeg zich wat rustiger op te stellen en dat escaleerde. Hij beschuldigde u van terrorisme. Hij beschuldigde mij van het steunen van een terroristische organisatie. Waarmee eigenlijk, hoe wrang ook, precies hij duidelijk maakte wat het probleem is. Hè, wanneer je iemand vreemd als steun voor of sympathisant van een terroristische organisatie, dan is eigenlijk alles daaromheen verdacht en zet je iemand ook weg en is het gesprek ook afgelopen. En mijn simpele vraag was, meneer Öztürk, u wil de handelsrelatie met Turkije verbeteren, dat zou misschien kunnen.
Maar stelt u dan ook eisen aan de mensenrechten? Komt u dan ook op voor al die politiek gevangenen, voor de journalisten? Waarop hij mij beschuldigde van dat hele zware feit. En dat is pijnlijk, maar tegelijkertijd heb ik hem inhoudelijk van replieken geprobeerd te bedienen. Maar hij weet als geen ander wat dit kan doen. Maar de PKK staat op de Europese terrorisme-lijst. En u staat ook bekend dat u in ieder geval een aanhanger bent van de Koerdische zaak. En een sterke verdediger daarvan. Ja, maar meneer, waar trekt u dan... hoef je toch niet uit te leggen dat je dan geen terrorist bent. En dat is, dat is namelijk in repressieve regimes. Hè, wanneer je opkomt voor vrede, en in dit geval is het in Turkije zo, wanneer je inzet voor een vreedzame oplossing van het Koerdisch vraagstuk, dan word je gebrandmerkt al snel als terroristisch. En dat heeft er niks mee te maken. Ja, die staat op de lijst. Dat erkent ook iedereen, ook ik. Maar dat maakt natuurlijk nog niet, integendeel, ik zet mij jarenlang in voor mensenrechten, democratie, wereldwijd, ook in Turkije. En als geen ander zou ik willen dat dat vraagstuk in Turkije wordt opgelost. Dat doe je alleen niet door iedereen die op vreedzame wijze zich daarvoor inzet weg te zetten en te bestempelen als terrorist. In hoeverre raakt u dat persoonlijk, zo'n aanval? Ja, kijk, ik ben een democratisch gekozen volksvertegenwoordiger. Daar zet je je voor in op alle mogelijke manieren, op straat, in het parlement. En dan is dat best wel zwaar als iemand dat doet. En ik vind het vooral heel erg naar en jammer, omdat wij juist die vrijheden hebben, ook in ons parlement, om inhoudelijk argumenten uit te wisselen. En eigenlijk sla je daarmee ieder debat dood. En is het natuurlijk ook naar, want juist omdat het frame heel erg sterk is van het denken in vijandigheden. En juist omdat je daarmee eigenlijk ieder gesprek onmogelijk maakt, daar krijg ik ook felle reacties op. Ja. En dat is niet fijn. Maar felle reacties, bedreigingen bedoelt u dan? Of? Ik krijg wel eens hele rare, nare en vergaande reacties inderdaad via social media. Of mensen die nemen dat voor waar aan. En dat is, dat is natuurlijk bizar. Ja, dat is ongelooflijk. Bizar en wetende dat al die vrijheden in bepaalde landen, en dat is echt niet Turkije alleen, maar die democratie en mensenrechten en de vrijheid van meningsuiting, de vrijheid van pers, staat natuurlijk wereldwijd onder druk. En dan denk ik, dit zou zoveel beter kunnen. Dit zou zoveel anders moeten. En gelukkig sta ik daar niet alleen en dat maakt me wel weer trots. Dat we in zo'n land leven, dat we ons democratisch parlement hebben, dat ook hij alles mag zeggen wat hij denkt. En u kreeg vervolgens ook steun van alle andere partijen die het voor u opnamen en daar ook van zeiden van dit pikken we niet. Ja, zeker. En ik ga dat inhoudelijke debat ook nooit uit de weg. Ik vind dat ook heel erg belangrijk. En tegelijkertijd vind ik het super mooi om te zien dat wij gewoon met z'n allen wel staan voor die democratische waarden. Ja, dan tot slot nog even over de SP. Want het gaat niet zo goed met uw eigen partij. Bij de Europese verkiezingen fors verloren. Daarvoor ook. Wat is de oplossing? Hoe kan de SP er weer bovenop komen, denkt u? Ja, dat voelt heel erg zwaar. Vooral omdat je op alle mogelijke manieren, ik niet alleen, maar met heel veel partijgenoten en activisten natuurlijk, eigenlijk dag en nacht bezig bent voor een beter Nederland, voor een andere wereld. Maar we hebben klappen gekregen, dat valt niet te ontkennen. We zijn weggevaagd uit het Europees Parlement. Daar hebben we afgelopen week ook heel uitgebreid met elkaar op een partijraad over gesproken. En het is ook heel belangrijk dat we van leren. Dus er zal ook een uitgebreide analyse gemaakt worden. Ik denk dat een socialistische partij zoals de onze, even uitgaande van onze belangrijke waarden, menselijke waardigheid, gelijkwaardigheid, solidariteit, dat wij een samenleving willen waarin je niet tegen elkaar wordt uitgespeeld, maar juist samen optrekt voor dat wat belangrijk is voor ons allemaal, voor vrede, voor democratie, voor mensenrechten, dat harder is dan, harder dan ooit nodig is. En ik geloof ook dat door met elkaar die uitslag te analyseren en eigenlijk back to basics te gaan, dat we met een goed, sterk, mooi verhaal weer terug zullen komen. Maar moet de koers van de SP veranderen? Of moet de partijleider veranderen? Want Ron Meijer is al opgestapt. Lilian Marijnissen doet het ook niet zo goed.
Nou ja, kijk, weet je, dit is natuurlijk niet een, die analyse wordt al snel gemaakt, maar het is natuurlijk niet een kwestie van personen alleen. Natuurlijk, het siert erom dat hij zegt, ik was verantwoordelijk voor deze campagne, die campagne is mislukt, zijn letterlijk zijn woorden. Ik sta mijn plek als voorzitter af en dat is denk ik ook goed. Maar het gaat natuurlijk in die end niet om personen en ook niet om of dat Lilian Marijnissen het wel of niet goed doet. Zij is natuurlijk nog niet zo lang bezig. Nee, ze moet wat meer tijd krijgen, zegt hij. Absoluut, tuurlijk. En ik bedoel, ze staat haar mannetje en haar vrouwtje echt wel. Maar dit is echt iets waar we als partij inderdaad met elkaar moeten analyseren. Die koers die zal ook anders moeten. Dat is ook wat Lilian zegt. En daarover worden allerlei gesprekken gevoerd de komende tijd. U had ooit ambities in die richting, maar die hoor ik nu niet meer, toch? Nee. Nee. Ik heb mij inderdaad toen Emiel Roemer stond, heb ik mij ook kandidaat gesteld omdat ik mij beschikbaar wilde stellen. Lilian is het geworden en dat is helemaal goed. Oké, dank u wel. Dank voor dit gesprek. En tot zover Kamervragen. Volgende week zijn we er weer met een nieuwe gast. Tot volgende week.